It's all I wanna do. Yo, ik ben Chester en welkom bij een nieuwe video hier op mijn kanaal Chester. Vandaag spelen we weer Call of Duty Black Ops 2, Black Ops 3. Ik speel een potje Domination op de map Metro. En ik speel met de KN44. Ik moet nog steeds wennen dat KN is in plaats ARK of ARK, hoe je het wil noemen. Maar we hebben alweer 3 kills binnen, dus lekker. Dus de quick draw en adjustable stock zit natuurlijk op dit wapentje. En we spelen met de UAV Freight en de Raps natuurlijk. En B wordt gepakt, daar gaan we niet mee akkoord. 1, 2. Oh my god, hij staat me ook te wachten. Ik stond hem ook op te wachten. Jammer. Kan gebeuren natuurlijk. Maar ja. Op dit moment, jongens, zijn de servers nog niet echt al te best natuurlijk. Want zou je natuurlijk al weten, joint er opeens 18 man. Of weet ik veel hoeveel er in het potje zit op dat moment. Holy shit, hebben we even geluk. Maar we zijn getriple cap, dus laten we even op zee gaan, jongens. Dat is wel een goed idee, denk ik. Eventjes op zee gaan om even die vlag te pakken. Dan heb ik ook mijn UAV binnen voor jullie. Zo, en dan moeten we nog ongeveer 6 kills maken. Voordat ik mijn... Vreed, hè? Oh. Teammate heeft hem al. Let's go. GG, teammate. Thanks for safe, natuurlijk. Ik ga gewoon even een granaat heen. Misschien dat ik altijd een leuke kill krijg. Je weet maar nooit. Ik durf eigenlijk niet op B te gaan, maar ja. Daarom niet dus. Aan dan. Doei. Ik ben even weg daar. Eventjes naar een andere route naar B proberen te zoeken. Zoals deze team loopt. Een team loopt lekker voor. Dus blijf maar lekker voorlopen, teammate. Daarom dus. Oh, hij zit daar nog in het hoekje. Jammer. Ik moest nog 3 keer, zo had ik mijn freight binnen. Ja, jammer dan. Vond ik je beter. Ik heb wel mijn site binnen. Laten we die ook maar even gewoon equippen. We staan 9-2. Oh, shit. Iemand anders heb ook zijn site als een enemy. Ja, hier is hij. Ah, get out, maat. Oei, hij zat daar te campen. Maar we hebben natuurlijk de enemy site uitgeschakeld. Ik ben ook uitgeschakeld, jammer genoeg, maar ja. Boeien. Ik zag je erachter vallen, jongen. Oei, jammer. Dat was echt even een lucky kill als ik die nog had opgepakt. Maar ja, dat lukte jammer genoeg niet. Jij bent gehipfired, doe. Zit op C. Teams moeten wel winnen. Oh, we krijgen een sparrow in mijn back. Shit. Enemies hebben A, of teammates hebben aangepakt. Ik wil eigenlijk... Oh, ze gaan alweer aanpakken. Kom op B, teammate. Of C. Kom op C, jongens. Ik heb het gevoel dat er dadelijk een uitkomt. Dus laten we even die wall gebruiken. Kijk, daar zit hij al met Sparrow, hoor. Sparrow is weg. Kom, we gaan proberen B te pakken, teammates. Hier kan die Hellstorm niet komen, dus... Teammates, blokkeer me niet dan. Kom op B. Oh my god. Mijn teammate loopt gewoon recht langs me. Echt, de objective spelers in dit spel zijn echt ver te zoeken gewoon. Serieus waar, niemand speelt gewoon voor de caps. Ik heb er ook niet veel, ik heb er ook maar 2. Maar ja, ik heb ook de kans niet om te cappen, man. Zo zullen we dit potje dus... Ja, we gaan dit potje hard verliezen, jongens, holy shit. Het is 16-7 op dit moment, niet al te best, maar ja. We moeten gewoon even winnen, weet je. Als je nou voor de kill speelt, ga dan lekker team damage spelen. Maar ga niet domination spelen, omdat het potje langer duurt. Domination is ook gewoon voor vlaggen om te winnen, ja. Daar, je hebt ook nog win-lose. Voor mij weten mensen niet wat win-lose is. Die dit spelen dan. Hè? Ik denk wel dat jullie weten wat het is. Maar je snapt wel wat ik bedoel. Godverdomme. Oké, let's go. We zijn gelijk gecounterd. Lekker dan. Teammates hebben ook gelijk de safe... Of enemies hebben de safe vlag. Even teammate.
Oh my god, het is weer net. Hij is nog iets hoger dan mij. Wat er dan gebeurt is, dan schiet ik op zijn benen. En het probleem dan is dat de damage iets lager is dan wanneer je dat niet doet. Maar ja, als de enemy dan, oh my god, als de enemy dan wel om mijn borst schiet, ja, dan ben ik gewoon de lul. Vandaar, als jullie dat nog niet wisten, dat heeft niet met de hit detection te maken. Wat? Ik heb een verkeerde. Oh my god, ik wou op hem schieten, maar ik kill iemand die erachter loopt. Oh, sorry man. Hij zat me dus al op te wachten. Ik zag hem op de radar staan. Nou jammer, we zijn niet al te best, jongens. Ja, niet al te goed. Ik wist dat de... Huh? Nooit. Hier had ik niet dood moeten gaan. Ik had veel eerder aim op hem. Holy shit. Zoals jullie maar, ik ben niet in elke potje goed. Het hangt er gewoon af en toe vanaf. 1, 2, 3, 4. Gooi je. Hopelijk gaat hij raak. Een hitmarker. Dan moet hij aardig weak zijn. Oh, huh? Ja, weer met je kutsperbo hoor. Godverdomme, dat ding. Als je een halve meter naast iemand schiet, gaat hij nog raak. Gewoon lijkt alsof hij achter die persoon gewoon aangaat. Dat is niet normaal. Ik snap niet hoe dat kan. Oh my god, ik dacht dat hij wel gestunt zou worden, maar nee hoor. Spel geeft maar weer geen stun aan. Lekker man, hé. Fuck, hé. We gaan niet goed, man. 12 en 13. Zo, 12, 21 en 13. Kom op, let's go. Ah, oh, die handgun die zuigt weer. Fuck! Kom op, jongens. We gaan dit sowieso niet meer winnen. Dat is onmogelijk. Kut, sorry. UAV inbound. Oh, de teammate zat er binnen. Ik zie je niet. Weg hier. Zo, hij lekt, jongen. Wow, joh. Die ene gozer lekt dit. Let's go. Oh my god, I'm done. Hoe kan hij mij wel... Kijk hoe weak hij was, man. En dan schiet ik ook 3 kogels mis. En die 3 kogels heb ik natuurlijk nodig om iemand dood te maken. Zo is het spel, gewoon. Zo, granaat naar binnen. Oh, ik heb nog wel B, let's go. Zo. Objective voor de win, jongens. Let's go. Niet alleen voor de kills gaan, ook gewoon voor die fucking vlaggen. Dan kan je tenminste nog een potje winnen. Ik verneuk mijn fucking site. Ik verneuk mijn fucking site, natuurlijk. Holy shit, man. Het spreekt ook wat van mijn hoofd af. Wacht hoor. Zo. Die viel wat van mijn hoofd af. Teammates. Ik ga niet eens naar een vlag toe als fucking de vlag wordt gecapt, man. Ach. Vraag me echt af waarom deze mensen dominee spelen. Vraag me echt af, jongens. Wat? Dat ding kan gewoon naar binnen jumpen? Ja, dat wist ik niet. Dat wist ik echt niet. Nee, serieus niet. Fuck, man. Ik speel nooit met de HCXD ofzo. Wat is dit? Dat ding nog nooit aange... Ja, één keer mijn carepack gekregen. Een carepack die had opgepakt. En nu zijn we UAV. For fuck's sake. Wat een kutpotje dit zeg. Jongens, dit is echt een kutpotje. Dit potje zuigt aan alle kanten. Oh my god. Laat het snel afgelopen zijn. Laat het snel afgelopen zijn, please. Zit er één binnen, die ga ik gewoon skippen. Ik ga gewoon hierheen.
komen ze van twee kanten en ik... Jongens, dit is niet normaal. Dit is niet normaal. Godverdomme, kijk dit. Ik ben met hen bezig. Ja joh, je schiet nog 30 kogels. Fucking mis ook. Jongens, mocht je genoten van deze video, laat je blauw duimpje omhoog achter. Ik schaam me echt voor dit potje, maar we moeten nog een video opnemen. Bedankt voor het kijken en hopelijk tot de video van morgen natuurlijk. En ja, ik ga niet elk potje goed. Dus bedankt voor het kijken en tot de volgende keer mensen. Laters.